We staan hier op de zolder van Kasteel Groeneveld, op de kinderzolder zal ik maar zeggen, waar weer een leuke kindertentoonstelling is. En we zijn in gesprek met Aafke. Je bent hier vrijwilliger en je begeleidt hier de kinderen. Wat kunnen ze hier beleven? Het is een, wat we nu op de zolder hebben, is een Rienpoortvliet experience. En dat werkt dus allemaal met kabouters. De kinderen krijgen een tablet mee. Die heet niet de tablet, maar dat is de krimpgroeier. Dat is om het een beetje extra spannend te maken. En met die krimpgroeier gaan ze naar allerlei kamertjes. En daar doen ze allerlei opdrachten. Nou, we gaan het allemaal zien. Mogen we even met de kinderen meelopen die dit gaan doen? Ja, tuurlijk mag dat. Hallo jongens, jullie zijn naar boven gekomen met Aafke. En jullie gaan hier wat zien, hè? Nou, eerst maar even vragen, hoe heet jij? Ik heet Ines. En jij? Erik. Nou, ik ben heel benieuwd en Aafke gaat jullie uitleggen hoe het moet. Nou, we hebben beneden al gezien dat achterop deze krimpgroeier een groen stickertje zit. Ja. En bij elke kamer waar we nu komen, moet dat eerst gescand worden. Ja. We gaan nu eerst drukken op. Doorgaan. Doe maar. En dan gaan jullie het groene stickertje zoeken. Nu zijn we even klein. Aan de andere kant van het kabouterhuis staat de wenspunt. En daar kun je weer groter worden. Maar dan heb je wel een paar dingetjes nodig. Die kun je krijgen van de andere kabouters. Nou, Ines en Erik, jullie hebben het net ook dat hele parcours al een keer gedaan. Het is voor het eerst dat jullie die Rienpoortvliet leren kennen. De kabouters, laat ik het zo zeggen. Ja, die. Ja. Hey, en wat van Erik, vertel eens, wat vond je hier het leukste? De keuken. De keuken. Jij ook, Ines? Ja. Zullen we daar maar even heen gaan? Ja. Oké. Okay. Hey, hallo, welkom in de keuken. Ik heb het onnodig. Kan je een wortels onderzoeken? Goed zo. Loop naar de kookpot en gooi hem in de pan. Nu hebben we een ui nodig. Kan je een ui voor me halen? Prima. Nu hebben we een kool nodig. Zoek jij een kool? De soep is klaar. Hij ziet er heerlijk uit. Goed gedaan. Kijk, kom maar, Deline. Kom maar. Kom maar. Kijk, we komen eruit. Heel kort. Nou, kom aan de slag. Waar is mijn schoentjes? Is er al ergens gevonden? Serieus? Toch wel, Alex? Nou, nog een mensenkind, dat is handig. Kabouters halen al hun eten uit de natuur, wist je dat? Voor de appelboom staan en springen net zo lang tot de appels naar beneden vallen. Oeh. Wat gaan jullie nu doen, jongens? Naar de bruine strook. En weer springen. Nou. Moet papa weer meehelpen? Ja. Kom op. Ja. Hoppa. Kom maar. Zorg dat je bij de goede boom staat en hard springen. Kom over. Ja. Jongens, jullie moeten er wel wat voor doen, hè? Als je nou papa er niet bij was, wat dan? Je hebt alles verzameld. Was dat dan ook gelukt, Nadine? Ja. Dat is weer prima gelukt. Ik ben weer een kleine kabouter en jij een groot mensenkind. Leuk dat je er was. Misschien zien we elkaar nog eens. Dag hoor. Inmiddels zijn we een verdieping lager gekomen en hier zie ik een grote tentoonstelling. Aafke, kun je vertellen, hoe komen ze aan al die schilderijen? Nou, deze schilderijen komen echt uit een particulier bezit. En natuurlijk een deel uit het Museum van Tiergemeten. En ja, waar ze de rest allemaal vandaan hebben, dat zou ik ook niet precies weten. Maar het is gewoon een hele grote collectie die ze verzameld hebben. De tekeningen van toen Rienpoortvliet 9 jaar oud was, die liggen hier. En heel veel werk dat gewoon werk was waar hij dus mee aan bezig was. Wat dus niet echt nog af is. Dus dat kun je hier dus ook zien. En er is heel veel vakantiewerk. Want in de vakantie schilderde Rienpoortvliet niet, maar maakte die houtsnijwerk. Rienpoortvliet hield niet van vakantie houden. Dus die ging dan iets zoeken in het bos en ging daar dan houtsnijwerk van maken. En dat zijn prachtige voorbeelden die hier ook staan.
En wat het mooie is van Rien Poortvliet, hij schildert ook heel vaak mensen die hij kende. En het aparte is ook, eigenlijk kennen we Rien Poortvliet vooral, denk ik, van de kabouters. Maar dat is niet helemaal waar. Nee, hij maakte natuurlijk veel meer. Hij had niet alleen de kabouters, want als we hier rondkijken, dan zie je gewoon echt veel meer werk. Ik bedoel, er zijn prachtige hondenboeken, er is een prachtig boek van de boerderij. Dus dat was het niet. MUZIEK